De brandweer noemt het zelf een zeer grote brand. Afgelopen nacht op een bedrijventerrein in Zwijndrecht. Vlak langs de A16, net na de tunnel. In één klap zijn meerdere bedrijven weggevaagd. We kunnen op de meeste plekken naar binnen. Drie vierpanden zijn gewoon dusdanig beschadigd en onveilig voor ons om naar binnen te gaan. De brandweer heeft er vanochtend nog de handen vol aan. Nou, er zat daar iets met papier, dakbedekkingbedrijf, Fit for Friedan, Waplalux, laminaatvloeren, een matrassenzaak. Dus best wel wat bedrijven weg hoor. Nou. Van de sportschool is bijna niets meer over. Het afgelopen jaar zijn net nieuwe ramen geplaatst en er waren uitbreidingsplannen. Het is een hele leuke sportschool geweest. Jan van Alleman zit er. We hebben nooit onderscheid gemaakt. Deze kant training, zeg maar, alle toestellen boven. En aan die kant. En beneden kon je ook trainen achteraan. En hier voorin zat dan ook een cardio gedeelte. En dan heb je de koffiebar. De burgemeester is vannacht om 1 uur uit zijn bed gebeld. Het kon wel eens uit de hand lopen, maar naastgelegen bedrijven kregen niets te horen. Wij werden niet eens gebeld vannacht, dus wij wisten vanochtend pas eigenlijk wat er aan de hand was. Het is toch een serieus verhaal. Stel dat het windverkeer staat, dan ga ik mee. Nou, dat is toch wel zonde. Als ik het zo bekijk, dan zie ik daar allemaal laminaat liggen, want hier heb een laminaathandel gestaan. En daar matrassen. En ik zie dat die dus nog intact is, en dat gedeelte ook intact, dan neem ik aan dat die begonnen is. De brandweer is nog de hele dag bezig geweest met nablussen. De brand is in het dak gaan zitten, het is een bitumen dak. Dus wij zorgen in ieder geval voor dat die gewoon 100% uit is en dat kost tijd.